Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Anthony en vandaag weer is een voedingsvlog, oftewel een full day of eating. Oftewel, ik laat de hele dag zien wat ik ga eten. Het is een tijdje geleden, klopt. Ik ben al 3 weken aan het bulken. Het gaat best wel goed, best wel, want ik probeer me aan mijn voedingsschema te houden. En soms lukt dat me niet, want ik ben echt een hard gainer. Ik vind het moeilijk om veel te eten en ook gewoon door de drukte. Veel mensen herkennen dit. Dus af en toe ben ik bijvoorbeeld te lang niet aan het eten en dan is het opeens heel veel proppen en dan lukt het me niet. Wat heb ik gedaan? Af en toe daardoor fastfood gegeten om wel aan mijn calorieën te komen. Maar ik weeg nu 90,3 voor mijn bulk. Dat was toen ik terugkwam uit Engeland met die My Protein trip, woog ik 88,5. Dus ik ben nu 1,8 kilo zwaarder. De macropercentages zijn ongeveer 22,5% eiwit, 62,5% koolhydraten, dat maakt 85, en ongeveer 15% vetten maakt 100%. En dan het laatste wat ik in de intro wil vertellen, ik heb even een cafeïnevrije dag. Dat houdt in, ik ontwijk koffie, pre-workout, cola zero met cafeïne. En dit heeft natuurlijk een reden. Cafeïne kan een goed ding zijn, bijvoorbeeld voor focus en natuurlijk voor energie. Maar het heeft ook zijn nadelen, bijvoorbeeld het kan je stresshormoon verhogen, je kan er onrustig van slapen. En het kan ook zo zijn dat cafeïne je pomp vermindert door middel van je bloedsdoorloop. Dus ik geef het even een kans weer. En daarna kan je ook weer beter reageren op cafeïne. Dus dan krijg je met een lagere dosering meer energie. Dus allemaal goede dingen. Dus kijk jij dit en ben je ook best wel cafeïne verslaafd? Misschien ook wel slim om eens een cafeïnevrije dag te nemen. Of zelfs dus een hele week. Alright, met de eerste maaltijd ga ik je nu niet verrassen, want ik heb salted caramel. En ik heb havermout. En ik heb halfvolle melk. En ik heb 1 ingrediënt niet in huis. Want hier maak ik gewoon een blender shake. Dit vind ik altijd een makkelijke maaltijd waar ik heel veel calorieën kan pakken. Want ik doe 125 gram havermout. Ik doe 400 milliliter melk. En 1 schepje eiwit. En in principe dus 1 banaan. Maar ik vond dat die banaan niet zo heel erg lekker was met die salted caramel. En het vulde heel erg. Dus ik vond het makkelijker om die banaan los te nemen. En dat doe ik dus nu. En ik wil jullie heel even het product laten zien. Wat houdt deze FitMix Pro nou precies in? Want dit is mijn blender. En dit is mijn FitMix Pro. En nee, dit is niet bedoeld voor de shake die ik ga maken. Maar wel gewoon voor je eiwitten met melk of water. Er zat ook dit ding bij. Ja, dit is voor je supplementen. Dat zit er ook gewoon in. Maar voor de rest, dit motortje kan je eraf halen. Kan je hem meenemen als een waterbottle. Maar met de motor heel erg handig. En natuurlijk ga ik het even laten zien. Dus wat ik nu ga doen is eerst dus een shake hierin maken. En daarna nog daarin. Want hij is dus niet voor havermout bedoeld. Nou, de milliliter staan erop. 400 milliliter. 1 schepje salted caramel. Wow. En het is gewoon zo vet. Want hij is portable. Dus je kan hem overal meenemen en ja, rechargen. Yes. Hoppa. Dus deze shaker is van Vidagoods. Het is een product wat je niet per se nodig hebt, maar wat wel tof is om te hebben. Echt gewoon wel een beetje handig. Wil je het checken? Linkje staat in de beschrijving. Waarschijnlijk ook met een kortingscode. En laten we verder gaan met deze vlog. Oftewel, verder gaan met deze shake maken, want ik moet het nu nog in de blender doen. En echt goed gemixt hoor. 125 gram. En dit is niet het lekkerste. Want dit is gewoon een beetje een overkill aan havermout. Maar voor mensen die bulken, gewoon doen. 130 gram havermout heeft iets van 450 calorieën. Dus met een beetje melk maakt 550. Met een beetje eiwitpoeder maakt 650. En eventueel met een banaantje heb je meteen 750 calorieën. En eventueel kan je er nog pindakaas bij gooien en dan heb je nog meer calorieën. Oh ja, en iemand vroeg aan mij, Anthony, wat is een chille blender? Nou, deze niet. Deze gaat roken. Deze gaat stinken. Dit is echt een nare blender, maar hij werkt nog. En hoe werkt hij? Ik moet mijn hand erop zetten. Deze keer niet, hè, als ik je veel... Oké, wel, je stinkt. Nou, dan gaan we dan. Het voedingsschema zegt dus 834 calorieën in deze maaltijd. Maar nu zitten er 710 calorieën in. Omdat ik niet die 124 calorieën heb van het banaantje. Oh,
the distractions. I'm falling for only satisfaction. Ik was net even een beetje ingezakt. Ik mis het echt, de koffie, de cafeïne. Maar ja, dit gaat me goed doen en ik zal vast lekker slapen vanavond. Derde maaltijd is echt een hele makkelijke snackmaaltijd. Let alsjeblieft niet op hoe mijn voedingsschema eruit ziet. Protein cookie en pure chocola. Protein cookie. Cookies and cream. Dit is serieus één van de lekkerste protein snacks van MyProtein. Maar... toen kwam deze Protein Chunky. Dit is letterlijk gewoon een KitKat, maar dan een gezonde KitKat. En gezond is wel weer een overdreven woord, maar gewoon eentje met meer proteins en natuurlijk minder vetten en suikers. En ik neem nog 20 gram van deze pure chocolade. Hey yo! Die bananenservice. Yes! Sowieso. Doet die even, neemt die even 2 bananen mee. Wat een goede vrienden. Dus maaltijd nummer 3, toch wel wat meer calorieën omdat ik die bananen moet inhalen van maaltijd nummer 1. Je kan natuurlijk ook gaan voor 90% pure chocolade. Dat is wat je fijn vindt. Het scheelt heel weinig in voedingswaarde. Hoe puurder, hoe minder suiker en hoe meer vetten. En goede vetten. Zo, maaltijd nummer 3 dus. En ik zit hier naast Julian, een vriend van mij. En ja, wat we te vertellen hebben is... Daan die gaat de komende tijd niet meer met mij samenwerken, want hij was 5 keer te laat gekomen. En deed alles fout. Nee, gij. Nee, maar ja. Nee, Daan woont wat verder weg. Hij woont in Zwolle. En ja, jij woont in Amstelveen, lekker dichtbij. Dus hij gaat af en toe voor mij filmen en editen. En Daan heeft mij heel erg goed geholpen. Ik ben heel erg blij om zijn diensten. En wij gaan gewoon hele vette content creëren. En hij zit op een editopleiding, eerste jaren. Ja, klopt. Ik volg nu een filmopleiding. En dus als stage loop ik nu zeg maar bij Anthony om ja, de vetste video's te maken natuurlijk. Juist. En vervang ik Daan nu eigenlijk. Dus, ja, doei Daan. Komen mooie dingen aan. Precies. En nog één ding. Ja, ook een voordeel is hij kan hier zo zijn. Dus we gaan ook wat meer driedaagse vlogs maken. Normaal deed ik echt met Daan op een donderdag afspreken. En dan gingen we in 5 uurtjes filmen. En wat wij nu gaan doen is morgen... bijvoorbeeld even een workout edit filmen. En dan ga ik misschien zaterdag ook nog met hem naar een festival. En dan gaan we ook wat filmen. Dus eigenlijk zit er alleen maar iets positiefs in. En vernieuwing is ook altijd goed. En het is voor hem interessant. Daan heeft zeker wat bijgeleerd. En hij heeft nu zijn eigen kanaal opgestart. En die zal ik ook nog even in de beschrijving zetten. Als bedankje voor Daan. En natuurlijk ook dat hij gewoon achter zijn eigen doelen aangaat. Dus ja. Het is zo. Maaltijd nummer 4. Granola, melk, rozijnen en een banaantje. Let's go. Alright, granola, dan rozijnen. Ow! Did you just spank me? En melk. En een bol. Oh shit. Daar gaan we weer wat terug. Oh, dit is zo onhandig. Kijk, met het katten moet je echt oppassen. Dan moet je echt gaan naaien die kleine dingetjes bij het bulken. Meestal. Hey, 74? Nee. Liever 78 dan 74. Rozijnen. Hier neem ik 25 gram. En rozijnen, top. Het maakt het zoeter. En 25 gram rozijnen is al ongeveer 100 calorieën. Dus een hele fijne caloriebron. Bom. Melk. Er staat op mijn voedingsschema eigenlijk iets te veel. 300 milliliter. En dat is echt veel te veel. Ik wil gewoon dat het net een beetje aan het zwemmen is. Ja toch. En dat de granola wat vochtiger wordt, waardoor het wat zachter wordt. En de banaan deed ik erin, maar ook dit vond ik weer niet lekker. Net zoals wat ik al zei bij maaltijd nummer 1, dat ik het door mijn blender shake doe. Dus tussendoortje, of na het sporten, of gewoon zoals nu. Nou, dit is dus maaltijd nummer 4. Hierna ga ik de gym in voor een full body workout. Die gaan we filmen. En daarna heb ik ook nog een personal training. En dat is met niemand minder dan Giel Beelen. We gaan niet al te veel laten zien, want dit is natuurlijk een voedingsvlog. Maar ja, het is wel leuk dat jullie er mee is. Want nu kan ik wat laten zien. Anders ben ik natuurlijk gefocust op mijn workout en op mijn personal training. Oké, zie jullie zo. From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides. Full body, let's go. This is us, this is us. Don't believe the narcissism when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison.
I build myself, it is my religion. And they that I am the sick boy. Easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism. Yo, Giel. Hey, man. Ja. We gaan weer, hè? We gaan weer trainen. Zet je ademhalingen in check. We zijn weer thuis en kijk even wat ik neem. Zero sugar, zero caffeine. Want ja, ik mag geen cafeïne van mezelf vandaag. Dus gelukkig kan ik nog wel een cola zero drinken. Want ik mag dus geen koffie. En het is nu 5:30. Dus ik moet nog even wachten op mijn vijfde maaltijd. Het avondeten. Oké, het is 7:00 en ik ga even wat eten halen. Mijn moeder heeft net laten weten dat ze niet ging koken. En daar had ik niet op gerekend, anders ging ik zelf koken. Maar nu wordt het dus afhalen. Dat hoeft niet te betekenen dat we meteen voor ongezond gaan. Ik ga naar die burrito place en daar ga ik voor ons halen. Ik laat zo zien wat ik gehaald heb. Finally, burrito. En deze burrito heeft denk ik 1000 calorieën. In ieder geval die van Chipotle en ik denk dat het een beetje hetzelfde is. En ik neem er nog wat guacamole bij, dus kom ik ook nog wat hoger uit. En normaal tel ik ongeveer 700 à 800 calorieën voor mijn avondmaaltijd, dus ik zit er iets boven. En ga ik dat compenseren? Nee, want ik zit eigenlijk al een beetje te sloom te bulken. Ik ben dus, wat ik al zei, even 91 geweest en toen ben ik weer teruggegaan. Dus wat extra calorietjes kan ik wel hebben om van de vorige dagen te compenseren dat ik te weinig heb gegeten. En nu haal ik mijn mond wat ik ga eten. Dus dit is mijn avondmaaltijd van vandaag. Zo zijn mijn ouders dan. Harde werkers. Oh, oh lekker! Goed hoor. Deze is van mij? Ja. Oh, lekker man. Oh yeah. Kijk die mooie boy daar. Ik ga hem verrassen met mijn camera. Hey, zet ik je meteen op YouTube, hè? Wat heb je voor nare vrienden? Ja. Oké, mijn planning. Even uitbuiken van die maaltijd. Nu even Call of Duty. En daarna gaan we naar die nieuwe Avengers om 9:30. Dus ik laat jullie zo de volgende maaltijd zien. En Call of Duty, ja, dat willen jullie niet zien, jongens. Dat is gewoon te zielig. Dan zien jullie gewoon hoe goed wij zijn. Ja. Oké, tijd voor de volgende maaltijd. En dit is niet zo slim dat ik deze ga nemen, want ik ga zo naar de bios. En daar neem ik ook nog een popcorn wat niet op mijn voedingsschema staat. Maar alsnog ga ik het natuurlijk laten zien, want jullie moeten weten wat ik normaal eet. En vandaag. Ik heb de kaas van Maaslander en dit is gemaakt van halfvolle melk. En daardoor is de voedingswaarde echt nice. 19,7 gram vet, 30,6 gram eiwitten. Dus meer eiwitten dan vetten. En die wraps die ik heb gebruikt, haal ik bij de Jumbo. Kruiden met knoflook, super lekker. Die combinatie, echt chill. Dus ik doe het gewoon, hop. Dit, super easy. Yum. Deze maaltijd geeft mij 449 calorieën. Oh ja, deze maaltijd geeft me nu niet 449 calorieën, maar 389. Want ik neem geen blauwe bessen. Dat staat er ook op, maar dat heb ik nu niet in huis. Dus alleen die twee wraps met één plakje kaas erop is 389 calorieën. Dus niet zo heel veel, maar best wel veel eiwit. Ja, je pakt 22 gram eiwit bij deze maaltijd. Dus dat is best wel netjes. Moest jij weer wachten op mij, hè? Terwijl ik die... Niet meer eten. De wildlife gaat gewoon door, hè? Het regent. Oké, wij gaan dus nu naar de bios en ik neem de camera niet mee. Ik ga zeker genieten van een grote bak popcorn. En we laten natuurlijk zo weten, over een seconde dus, weten hoe de film was. Avengers. Pew, pew, pow. Maar even serieus, ik vond hem redelijk. Er zat wel leuke humorstukjes in. Wat vond jij? Ik vond het wel
van hem ook wel goed. Maar een beetje raar einde. Zo, ben weer terug. En nu zou het het moment zijn dat ik mijn laatste maaltijd neem. Maar ik heb totaal geen trek meer naar die popcorn. Alleen nog dorst door al dat zout. Maar wat ik zou nemen is een hele bak. Halfvolle kwark, dus niet mager, maar halfvol. Heeft wat meer vet en meer calorieën. In zo'n hele bak zit ongeveer 400 calorieën. En ook 25 gram vol vezel kroesli. Deze is heel erg handig voor het afvallen. Maar het heeft ook best wel veel calorieën. Het vult goed. Daarom is het ook goed voor het cutten. Ik doe 25 gram bij mijn kwark en dat maakt dan samen al 500 calorieën. Doe ik ook nog een beetje eiwitpoeder erbij. Je kan ook suikervrije siroop erin doen voor de smaak. En af en toe neem ik ook nog mango, ananas of granaatappelpitjes. Dus dat is eigenlijk de laatste maaltijd die ik dan vandaag niet neem. En eigenlijk heb ingeruild voor mijn popcorn. Die heeft 1000 calorieën. En ja, ik heb genoten van die popcorn. En het is ook gewoon heel chill. Als je zo'n film aan het kijken bent, blijf je maar eten. Dus ja. Dat was deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ben je een voedingsvlog supporter? Laat het even weten met je like. Dan kan ik zien dat deze content gewaardeerd wordt. Dat was hem. Tot in de volgende. En abonneer als je nu bent. Later.